kostte wel zweetdruppels. Maar we hebben toch een prachtige plek zo. Vrijdag 16 juni. We blijven voorlopig even in Kiel vanwege de wind. Het is hier een en al bedrijvigheid. Allemaal op voorhand voor de kielmes. Voldoende te eten en te drinken aan de kant. Nou, dan gebeurt nog. Let op, dames. Anke heeft wel de draad door de naald gehaald hoor, want dat is wel een... Dat is shit. Dat is wel echt vrouwenwerk. Even touwtjes repareren. Nou, ondertussen drie stuks. Ron, drie touwtjes? Ik moet nog drie touwtjes. Ja. Drie touwtjes, kijk, dat bedoel je. Het is 19:30. En de schipper komt zijn bed uit. Eerst maar eens even poedelen. En dan gaan we beginnen met koffie zetten. Dus moeten we daar wezen. En we hebben balen voor nodig. En dat kan daarin. En dan krijg ik een lunch. Als ik toch bezig ben, dan wordt de schipperin ook wel wakker.